In deze demo staan we bij een loopkraan. En loopkranen vind je bijvoorbeeld terug in een havengebied waar ze containers verslepen van en naar een schip of bijvoorbeeld in assemblagehallen. Belangrijk bij een toepassing zoals een loopkraan is snelheid. De transittijd of de tijd dat het duurt om een bepaalde taak uit te voeren bepaalt in belangrijke mate de economische waarde van uw mechatronisch product of bepaalt de kost van uw productieproces. Laten we eenvoudig beginnen. We laten de loopkraan lopen van punt A naar punt B en we doen dit aan maximale snelheid. Wat we zien is dat we aankomen in punt B, maar met een hele grote residuele slingerbeweging. Dat is eigenlijk waardeloos in een industrieel proces. Wat zegt ons boerenverstand? We gaan nu de snelheid naar beneden halen en we komen opnieuw aan in punt B met veel minder oscillaties. Nu, een ervaren kraanbestuurder die kan dit probleem veel slimmer aanpakken. Die kan zowel heel korte bewegingstijd realiseren als weinig slingerbeweging. Wij pakken het aanstuurprobleem wiskundig aan en de computer heeft voor ons een optimaal traject uitgerekend. Het lijkt misschien een vreemd traject op het eerste zicht, omdat de kraan eerst een beetje te veel hijst en dan terug naar beneden komt. Maar dit is wel degelijk de optimale oplossing gegeven de specificaties van het systeem. In deze GUI kan ik als ingenieur het optimalisatieprobleem extra vormgeven. Ik kan bijvoorbeeld een obstakel toevoegen als constraint. Denk bijvoorbeeld aan een stapel containers in de haven. En het optimale traject past zich automatisch aan. Uiteraard is de transittijd wel iets vergroot nu vanwege de omweg. Ik kan ook bijvoorbeeld een referentiepad toevoegen aan het objectief. Dan krijg ik een gewicht om mee te spelen om een afweging te maken tussen tijdsoptimaliteit en de tracking error. Als ik de slider aan de hoge kant breng, dan zien we uiteraard dat we dichter bij het referentietraject gaan aanleunen en dat de transittijd iets minder wordt. Gemakkelijker te tunen is eigenlijk om constraint-based te werk te gaan en te zeggen ik wijk niet meer dan x centimeter af van het referentiepad. Nu, deze GUI en deze testopstelling is vrij specifiek. Wat we vooral willen uitdragen bij deze demo is de open source toolbox Rocket die erachter zit. In dit codepaneel ziet u eigenlijk alle code die nodig is om je eigen optimale padplanning te doen van je eigen mechatronisch systeem. Wilt u zelf deze toolbox uitproberen? Neem dan zeker contact op met Flanders Make.